Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers en vandaag ga ik de personen kiezen die onze nieuwe SD-scooter spullen mogen testen. Dus de wielen en de handvaten. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden en dan check ik jou na de intro. Oké, dus ik ga vandaag in deze video onze nieuwe SD-scooters wielen en handvaten onthullen. Ten allereerste, als je niet wint, maak je geen zorgen. Deze wielen moeten eerst goed getest worden. Daarnaast de handvaten ook. Als ze te snel slijten of de wielen gaan te snel snappen, ja, dan komen er simpelweg geen nieuwe SD-scooters producten. Of ja, tenminste de wielen en de handvaten. Dan gaan we kijken of we misschien nog wat dingetjes kunnen aanpassen. Maar dat komt allemaal goed. Daarnaast wil ik ook heel eventjes zeggen, als jij nog nooit met een SD-uitstap of weet ik veel wat mee hebt gedaan, doe dat zeker weten, want ik heb dus al vandaag een setje handvaten aan een van deze personen in de bus weggegeven. En als je daar nu bij was, had jij ook de kans. Dus volgende keer als je iets ziet van SD uitstappen of weet ik veel wat, ben erbij. Oké, onze nieuwe SD scooters wielen. Ik ben voor een iets ander concept gegaan. Dus normaal had je onze normale print, zeg maar, van de normale wielen. Dus deze wielen. En nu ben ik voor de full core gegaan. Dus dat betekent dat je geen gaten, geen designer meer in hebt. Maar we hebben wel iets anders gedaan. Ten eerste, er komen waarschijnlijk ook nog andere kleuren aan, maar als je SD kent, dan weet je waarschijnlijk welke kleur het gaat worden. De nieuwe SD scooterswielen. Tromgeroffel. Dit zijn de nieuwe SD scooterswielen. Boom! Check dit. Gewoon 50-50 wielen met een full core. Super nice lagers erin, echt waar. Maar jongens, check dit even. Super mooie 50-50 overgang. Dit zijn wielen die zie je eigenlijk niet echt vaak. En kijk, stel je voor ze werken goed. Dan kunnen we bijvoorbeeld een zwarte full core pakken met bijvoorbeeld een paarse of een groene of een blauwe kleur. Snap je? Dat moeten we even bekijken. Maar natuurlijk had je wel kunnen verwachten dat SD eerst voor de rode versies ging. Daarnaast de handvaten heb je al gezien. Je kunt die in het echt ook gaan voelen. Normaal gezien, als jij vandaag op het Benescootfest 2024 bent, dan zie jij mij met deze wielen en met deze handvaten. Dus misschien heb je het al eens gevoeld, dan weet je hoe chill ze zijn. Of hoe chill ze rijden natuurlijk. Maar wie mag nu deze wielen gaan testen? Nou, ik heb er eventjes goed over nagedacht. Want kijk, het is wel belangrijk dat die wielen gewoon echt goed getest worden. En als jij nu heel lang met wielen rijdt, ja, dan ben je misschien niet de persoon die hier ideaal voor is. Snap je? Dus ik heb ook 2 mensen uitgekozen. Plus daarnaast mezelf, want ik wil er gewoon mee rijden als promotie. Die de wielen mogen gaan testen. Maar dit zijn wel al iets gevorderde rijders. Daarnaast heb ik voor de gewone grips gekozen voor een aantal mensen die misschien minder trucjes kunnen of minder sketchy landen, snap je? Maar die bijvoorbeeld heel hard in hun handen knijpen. Daar heb ik uit de reacties een beetje gelezen. Dus wie weet win jij vandaag deze handvaten of deze wielen. Om te testen natuurlijk. Oké, de allereerste die deze wielen mag gaan testen is Kevin Schippers. Ja, ik ga ze natuurlijk gewoon op mijn step zetten als promotie. Daarnaast grapje natuurlijk. Maar de tweede persoon die deze wielen mag gaan testen heeft een reactie geplaatst. En dat is, wie is Liam? Misschien kennen jullie hem nog wel van de vorige video. En dit is geen voorkeur of iets of respect naar iemand. Dit is gewoon puur en alleen omdat ik die rijder ken. Hij is groot, hij landt zieke tricks. Hij landt misschien soms iets harder op zijn wielen. Dus de perfecte persoon om deze wielen goed tot de test te brengen. Zodat jullie er later ook langer mee kunnen rijden. Zijn reactie was, ik dehub snel mijn wielen omdat mijn local van heel erg stroef en grippig beton is gemaakt. Er zitten nu ook gaten in mijn grips. En ik rij zelf ook Audi grips, dus die grips uittesten. Zou ik ook erg chill vinden. Nou Liam, jij mag de wielen gaan uittesten. En ik denk dat je vandaag ook op het Benescootfest bent. Dus ik kan ze meteen meegeven aan jou. En als je ze nu aan het rijden bent, ja, dan gaan jullie ze binnenkort wel zien op zijn clips. Dus hij gaat 1 setje wielen testen. Daarnaast ga ik een setje wielen testen. En daarnaast de laatste persoon die deze wielen gaat testen is een teamrijder. Ik heb eventjes goed daarover nagedacht. Ik dacht van oké, je zit niet zomaar in het team, snap je? Een teamrijder moet ook gewoon de kans krijgen om de wielen te gaan testen. Dus, mini Jasper, niet de grote Jasper, maar de kleine Jasper, heb ik even een berichtje gestuurd of hij het leuk zou vinden om deze wielen te gaan testen. En natuurlijk, Jasper, jullie kennen hem allemaal wel. Die man is echt crazy bezig de laatste tijd. Hij landt ook soms wel wat sketchier. Maar dit is gewoon een persoon die superveel rijdt, die heel veel uren maakt op de wielen.
En ook daarnaast gewoon heel super, ja, heel gekke tricksland. Plus het is een iets kleinere rijder, snap je? Dus dan heb ik een grote rijder die dikke tricksland en een kleine rijder die ook wel gekke tricksland. Goed, dus de wielen worden perfect getest. Daarna rijd ik ermee rond gewoon als plezier. Dus bij mij zullen ze niet zoveel slijten, maar dan kan ik ook voelen hoe deze wielen zijn. Oké, dan gaan we door naar de stunt step grips. Ik heb hier 4 setjes van en daarnaast hebben we er in de bus al eentje weggegeven. Dus 2 zijn er weg. Dan hebben we er nog 2 over, jongens, die we vandaag gaan weggeven aan een van jullie. En de allereerste die deze grips mag gaan testen is David Scoot _. Hij zegt, ik ben al sinds de eerste video geabonneerd en like elke video. Sowieso shout-out naar jou. Ik zou graag de grips willen uittesten, want ik weet niet wat het is, maar ik knijp heel hard in mijn Audi grips en binnen 1,5 maand tot 3 maanden zijn ze gewoon versleten en kapot. Kijk, dat is precies wat ik nodig heb om iemand deze grips te laten testen. Voor de volgende keren ook, jongens, als je niet wint bijvoorbeeld, denk dan goed na van, oké, hoe zou ik het neerzetten? Want ik moet er natuurlijk wel iets aan hebben dat jullie deze testen. Want anders dan, ja, dan heeft het gewoon geen zin. En als ze uitkomen, zal ik zeker nog wel een giveaway doen. Gewoon random aan iemand om jullie te blessen. Daarnaast de tweede persoon die deze ook nog kan gaan testen, plus mij dan. En daarnaast iemand in de SD-uitstapbus die we vandaag aan het doen zijn, die waarschijnlijk al weggegeven is, is Sven.Scoot_. Hij zegt, ik zou ze graag willen testen, want ik heb 2 verschillende grips die helemaal kapot zijn. Daarnaast stuurde die moeder ook mij nog even een berichtje op Instagram of hij nieuwe grips wil bestellen. En toen dacht ik van, oké, ja, ik kan wel voor die bestelling gaan en het geld verdienen. Maar bij mij draait het er gewoon om dat jullie lekker kunnen rijden, dat jullie je spullen goed kunnen gebruiken en dat ze ook goed gebruikt worden. Snap je? Dus dat is het allerbelangrijkste. En ja, heb je nu niet gewonnen, niet getreurd. Als de wielen goed zijn, gaan we zeker nog wel een giveaway doen. Plus, dan kan je ze ook bestellen. En daarnaast, hier komt nog een print op. Dit is dus niet het officiële design natuurlijk. Dit is gewoon een sample die we hebben gekregen. Maar als ze goed zijn, dan komt hier een mooie print op zoals bij de andere. En ja, dat wordt super ziek. Bedankt voor het kijken. En wil je nu nog meer van dit soort video's zien? Laat het zeker weten in de comments. Doe daarnaast dat blauw duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal hier beneden. En dan check ik jou in de volgende video. Laters!